We hebben allemaal uit de krant kunnen vernemen dat door het faillissement van bouwbedrijf Gerritsen uit Renkum de kinderen van de basisschool De Regenboog in Tiel voorlopig nog les blijven krijgen in de noodlokalen. De leerlingen zouden verleden week weer teruggaan naar het verbouwde schoolgebouw, maar door het faillissement ligt de bouw voorlopig stil. Om te voorkomen dat schuldeisers goederen weghalen, heeft de gemeente Tiel bordjes aangebracht op de hekken rondom de bouwplaats en wordt het bewaakt door beveiligers. Voorzitter, het CDA heeft de volgende vragen. Wat zijn de financiële consequenties en wat zijn de organisatorische consequenties van dit faillissement, zowel voor de school als voor de gemeente? Dank u wel. Meneer Van Meulen. Voorzitter, ik maak toch wel gebruik van bij deze vraag om wat meer achtergrondinformatie te geven. Dit natuurlijk op twee aspecten is dit een heel bizar gebeuren. Als ik in de commissie samenleving van 2 oktober aangeef dat alles koek en ei is met de regenboog en ik moet een week later moeten constateren dat het niet koek en ei is. Daarmee wil ik aangeven dat ik absoluut niet wist dat dit zou gebeuren. Dat is één. En het is natuurlijk ook heel bizar dat 4 dagen voor de oplevering van het gerenoveerde gebouw de aannemer omvalt, laat ik het nou maar zo zeggen. Op dit moment is het zo dat een belangrijke stem in het hele gebeuren heeft de curator. En de curator die zet alles op een rij en komt met een voorstel. We hadden daar als gemeente een afspraak over afgelopen maandagochtend tot 12 uur. We hebben niets van de curator gehoord. Betekent dat we in voorbereiding proberen na te gaan hoe we zelf de boel op kunnen pakken. Want we hebben één ding voor ogen en dat wil ik hier ook duidelijk stellen. Dat de kinderen niet in de barakken zitten, laat ik het maar zo zeggen, tot en met de winter. Dus ik wil ze eruit hebben voordat de winter begint. Dus in de zomer zijn de gebouwen te heet en in de winter is het te koud. Nou, daar moeten we een oplossing voor bedenken. Dus nogmaals, we zijn erop gericht om een doorstart te maken. Daarover hebben we aanstaande maandag hebben we met een 2-tal aannemers gesprekken. En dan gaan we door. Wat de financiële consequenties op dit moment zijn, daar zijn we nog mee bezig. Zodra die bekend zijn, ja, dan wordt u daar natuurlijk over geïnformeerd. Want ik kan op dit moment nog niet zeggen of het ons iets extra gaat kosten. Nu kunt u ook zeggen van, het is toch wel gek. 4 dagen de oplevering, dus het moet een fluitje van een cent zijn om dat maar eventjes te regelen. Dat is niet zo. En ik zal u aangeven waarom dat niet zo is. We slagen de nieuwe aannemer slaagt er niet in om de klus te klaren binnen 4 dagen. Want wat is er gebeurd? Nadat bekend werd dat de hoofdaannemer failliet was, zijn de onderaannemers, en dat zijn er nogal wat, zijn daarover geïnformeerd. Die zijn met lege bussen naar de locatie gegaan en zijn met volle bussen weer vertrokken. Dat is aan de hand. Dus we moeten ook uitzoeken hoe dit zit, want er zijn dus afspraken gemaakt tussen de hoofdaannemer en die onderaannemers. En hoe dat nou precies in elkaar zit, dat moet toch allemaal uitgezocht worden. Dus we hebben hier ook melding van moeten maken bij de politie. Laat helder zijn. Kortom, we zitten er bovenop. Organisatorisch betekent het dat de kinderen natuurlijk, want dat was de bedoeling, na de vakantie, na de herfstvakantie, aanstaande maandag en dinsdag, naar het gebouw zouden gaan. Nou, dat lukt dus niet, maar nogmaals, we proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. En ik zeg u ook toe dat van iedere stap die hierin genomen wordt, met name wat de financiële consequenties zijn, u onmiddellijk op de hoogte gebracht wordt. Beste wethouder, het gaat over de laan van Westgooi, het laatste stuk bij de ijsbaan. Daar ligt een stuk weg wat nog steeds is afgesloten. Er was een situatie ontstaan dat de boerderij opgekocht zou worden, dat is niet doorgegaan. Er is van de week hebben er 2 publicaties in de krant verschenen dat de SVT naar alle waarschijnlijkheid de boerderij heeft opgekocht om daar misschien een kantoorfaciliteit te gaan maken.
Ons bereiken een aantal berichten van dat mensen het toch heel erg storen aan het feit dat de weg nog steeds dicht is. Dat er niet gecommuniceerd wordt wat er nu precies aan de hand is en wanneer het opgelost wordt en wanneer dat de weg open zou gaan. Kunt u daar mij en zeker de Raad daarin verder over informeren? Het is al enige tijd natuurlijk dat we daar een situatie hebben dat er een mooie nieuwe weg ligt. Daarnaast is een boerderij gesitueerd. Daar wonen mensen in. En dan denk je van, hé, het is opgelost, het probleem, de woning, de boerderij is gekocht. En dat werd ook even in de krant aangegeven van, hé, een belangrijke hobbel is genomen. Dat klopt, de boerderij is gekocht. Maar je hebt dan een eigenaar, maar je hebt ook nog een woning, je hebt een bewoner. Omdat er nooit rekening mee is gehouden dat daar bewoning zou plaatsvinden. Hè, want daar was het uitgangspunt van, nee, de ontwikkelaar gaat het ooit ontwikkelen daar en dan is er geen woning meer. Nu hebben we te maken dat er nog wel een bewoning is. Daar ben ik op dit moment mee bezig om de laatste gesprekken af te ronden met de betrokkenen. En omdat het over mensen gaat, stel ik ook voor dat ik het inhoudelijk verder niet ga bespreken van wat wij aan het bediscussiëren zijn. Maar mensen hebben rechten in dit land gelukkig en daar zijn we aan het kijken hoe we hier uit kunnen komen. De doelstelling is om echt, dan heb ik het over een week als het aan mij ligt, de weg open te maken. Maar dan moet ik nog één belangrijke hobbel nemen. In mei 2012 is de wietpas ingevoerd in de zuidelijke provincies van Nederland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. En de bedoeling is dat de wietpas ook op 1 januari 2013 in de rest van Nederland wordt ingevoerd. Het idee van de wietpas is ontstaan omdat die zuidelijke provincies die hadden last van met name drugsverkeer vanuit het buitenland, vanuit Frankrijk, België en Duitsland. En het idee van de wietpas is dat mensen alleen maar bij coffeeshops softdrugs kunnen krijgen als ze daar ingeschreven staan. Daarvoor is het nodig dat ze hun paspoort laten zien. Dus dat kan alleen maar als je Nederlander bent. Vaak is het ook nog nodig om een uittreksel uit het bevolkingsregister te deponeren bij de coffeeshop. Op zich het eerste idee om dat drugsverkeer uit het buitenland te bestrijden, dat is niet eens zo'n slecht idee. Maar de eerste beelden die ontstaan na het invoeren van de wietpas in Zuid-Nederland, die zijn zorgelijk. Als ik kijk naar drie steden, Breda, daar is de overlast van omwonenden van coffeeshops, die is van 39% naar 52% gegaan. Dat heeft met name te maken met de straathandel en ook andere plekken in de stad. Dus niet alleen rond de coffeeshops hebben ze last van straathandel. In Venlo zijn meer dan 2 keer zoveel drugsincidenten dan vorig jaar. De illegale handel in softdrugs is daar 10 keer zo hoog geworden. In Roermond zijn het aantal aanhoudingen voor dealen op straat is gegaan van 10 vorig jaar naar 130 dit jaar. De meldingen van overlast zijn 2,5 keer zo hoog. Het zijn de eerste rapportages die ik heb kunnen vinden. Er zullen allicht nog meer zijn van de steden in het zuiden van Nederland. Er is ook een breder onderzoek gehouden vanuit de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Maastricht. Daarin wordt geconcludeerd, de drie belangrijkste conclusies. Er is een forse toename van illegale straathandel. Nou, dat bleek ook uit die andere cijfers. En er is een enorme aantrekkingskracht op de jeugd van die illegale straathandel. Niet alleen op de jongeren die toch al lastig zijn en die toch al in het criminele circuit zitten, maar ook op bravere jongeren. In Geleen, dat vond ik echt een schokkend voorbeeld. In Geleen was er een jochie van 9 die op zijn fiets drugs aan het verhandelen was. Nou, dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar ja, het geeft wel iets aan. De straten, de jongerenwerkers in die steden, die zeggen ook, we hadden jongeren die hebben we weer op het rechte pad weten te krijgen. En die zien we nu weer afgeleiden naar die handel in softdrugs. Een derde conclusie die ik wil delen is dat van dat onderzoek is dat de lokale politie niet in staat is, onvoldoende capaciteit heeft om de illegale handel aan te pakken, ondanks dat er extra agenten naar Zuid-Nederland zijn gegaan in verband met dit effect. Naar aanleiding van deze cijfers en dit soort onderzoeken is minister Opstelten daarop aangesproken door de Tweede Kamer. En die heeft gezegd, ik ga in oktober
gesprekken houden met burgemeesters. Ik heb dat al gedaan met de burgemeesters ten onder de rivieren. En ik ga het nu ook doen met de burgemeesters ten noorden van de rivieren. Dus ook met de burgemeester van Tiel. En omdat dat gesprek dus binnenkort gaat plaatsvinden, vinden wij het belangrijk om ook als raad, of in ieder geval als fractie van de PvdA, om een signaal richting Opstelten te sturen van wij zijn het niet eens met die wietpas en wij willen die wietpas niet in Tiel hebben. De burgemeester Beenhakker heeft zich al op persoonlijke titel uitgesproken tegen die wietpas en ja, de PvdA wilde hem daarin ondersteunen. Wij hebben daarom een motie opgesteld en wij zijn blij om te vermelden dat ook ProTiel, het CDA en D66 die inmiddels ondertekend hebben. En deze motie die luidt als volgt. Nu gaan we kijken of ik deze foutloos kan voorlezen. De Raad van de gemeente Tiel in vergadering bijeen op 17 oktober 2012... constaterende dat de minister van Veiligheid en Justitie voornemens is om per 1 januari 2013 voor heel Nederland de wietpas in te voeren. Die minister op 2 oktober 2012 in de Tweede Kamer heeft aangegeven deze maand met de burgemeesters van alle steden bezuiden en benoorden de rivieren te gaan praten over de wenselijkheid van de invoering van de wietpas. Overwegende dat toepassing van het voorgenomen beleid kan leiden tot een forse toename van de illegale straathandel in drugs, waardoor overlast in de wijken zal toenemen. Recentelijk onderzoek in andere steden, zoals bijvoorbeeld Breda, heeft aangetoond dat de omvorming van coffeeshops tot besloten clubs tot grote ongewenste effecten leidt. Er onvoldoende capaciteit bij politie en justitie is om een dergelijke toename van overlast en criminaliteit effectief te bestrijden. Politie, justitie en de gemeente de schaarse handhaverscapaciteit beter kunnen inzetten om de huidige overlast en criminaliteit in Tiel aan te pakken. De burgemeester van Tiel in de maand oktober in gesprek gaat met de minister van Veiligheid en Justitie over de invoering van de wietpas. Spreekt uit dat zij de invoering van de wietpas in Tiel afwijst. Verzoekt de burgemeester in het aanstaande gesprek met de minister van Veiligheid en Justitie de standpunt namens de Tielse gemeenteraad kenbaar te maken en gaat over tot de orde van de dag. En die is ondertekend door de fractie van de PvdA, of namens de fractie van de PvdA, van ProTiel, van het CDA en van D66. Wij vinden het heel jammer dat het signaal eigenlijk niet wordt, althans de mogelijkheid niet wordt opgepakt om toch een signaal aan de burgemeester mee te geven. Waarbij die gewoon de motie op zak kan meenemen, hangende het onderzoek. En zodat we toch ruimte laten voor het debat wat we in november afgesproken hadden te voeren met elkaar in aanwezigheid van de burgemeester. Ja, u kunt daarvan zeggen, sorry, maar er wordt gevraagd om onze mening. Die geef ik hier. En dat is het. En ik vind het ook heel jammer dat u zegt dat u aangeeft. Ik vind het jammer dat de partijen, de drie partijen, niet de verantwoordelijkheid oppakken. Laat dat geen zins zo zijn, want dat is absoluut van onze kant wel de insteek. Meneer Gades. Ja, dus u vindt eigenlijk dat de burgemeester tegen Opstelten moet zeggen, ja, ik ben persoonlijk tegen de wietpas en mijn raad vindt dat misschien ook wel, want ik heb hier een motie die nog niet is aangenomen, wel eens ingediend, dat werkt dan niet, mevrouw de Klerk. Ja, de burgemeester heeft een vervanger en heeft vorige week uitgebreid verteld hoe die hierin staat. Is ondertussen aan het sms'en, hoor ik, om te horen hoe de stand van zaken is. Dus in gedachten bij ons. Nou, de burgemeester heeft een persoonlijk standpunt verkondigd in de commissiebestuur, waarin hij aan heeft gegeven dat hij tegenstander is van de wietpas, omdat uit andere gemeentes blijkt dat de overlast toeneemt, dat de controle haast niet meer mogelijk is, extra beroep wordt gedaan op de inzet van de politie in die gemeentes, handel in de wijk toeneemt en dat willen we in Tiel niet. Dat is besproken in het college en hoewel het bestuursorgaan burgemeester is, delen de andere collegeleden dit standpunt. Die zijn het ermee eens. Dus wat dat betreft, de argumenten van de heer Gradissen en de inhoud van de motie, die kunnen wij omarmen. En ik denk dat de burgemeester blij zal zijn met deze stem. Ik constateer dat het volgende, namelijk dat er een motie ligt met een meerderheid van deze raad, ruime meerderheid. En GroenLinks is daar dus bijgekomen, ja, helder. Tegen is VVD, tegen is ChristenUnie. En wie vergeet ik dan? PvdB. En de PvdB ook tegen. Dat constateer ik. En ik constateer ook dat het college het overneemt. En in ieder geval de burgemeester het ook overneemt. Met andere woorden, de raad heeft in de meerderheid deze motie, deze motie aangenomen. En dat is het besluit. Ja?
er is nog één. Ja, de griffier heeft u een vraag of een mededeling? Een mededeling en ik misbruik de rondvraag. Daar ben ik me volledig van bewust. Ik wil u niet verrassen, maar zaterdag aanstaande dan heeft de heer Ter Haar van StadsTV mij gestrikt voor een interview. Ik heb dat lang weten tegen te houden. De burgemeester heeft mij ervan overtuigd dat het dan misschien wel eens handig is om uitleg te geven wie die meneer is die naast hem zit. Nou, en ik heb ook aangegeven, ik kom alleen als ik iets te melden heb. En ik denk na vanavond dat ik iets te melden heb. Ik kan inzichtelijk maken wat het betekent dat u overgaat op de iPad. Goed, dan zijn we bij het einde van deze vergadering gekomen. Ik moet u zeggen dat ik vandaag mezelf weer tegen ben gekomen. Ik vond het niet makkelijk om deze vergadering voor te zitten. Maar ik deed het wel graag. Ik sluit de vergadering.